Het is weer tijd voor de kermis in Wijchen. Zeker 40 attracties zullen dit jaar deel uitmaken van de kermis op de markt en aan de Kasteellaan. Attracties als de Tornado en de Fire Department zullen ertussen staan. Vrijdag om 7 uur zal de kermis voor het huis van de gemeente geopend worden. Ook dit jaar is de kermis prikkelarm. Zaterdag tussen 1 en half 3 zal de muziek zachter te horen zijn en de attracties zullen wat minder hard gaan draaien. De horeca rondom de kermis hebben voor de komende dagen een apart programma samengesteld en diverse DJ's zullen er komen draaien. Dinsdagavond wordt het evenement afgesloten met een laser vuurwerkshow.